Tango Zulu, de Tribulaties van een Rebels Commissaris. Hoofdstuk 1: De Wraak van Tette 7 Zijn vrienden noemden hem Tette, omdat hij verzot was op tetten, het Vlaamse woord bij uitstek voor vrouwenborsten. Daar hij wellicht niet de enige tettezot was die hier in Vlaanderen rondliep, hadden ze volledigheidshalve het cijfer 7 aan zijn bijnaam toegevoegd. Zoals de 007 bij James Bond, die andere vrouwenjager. Zo werd Willem Filemon Ferdinand op zijn 18 jaar tette 7. Met de tijd raakte die 7 wat in de vergetelheid, maar tette bleef hem gebruiken. Toen hij later als radioamateur zijn zendlicentie behaalde, koos hij zelfs als laatste twee roepletters TZ, wat stond voor tette 7. Voordat Ted de zendamateur ON6TZ werd, was hij al een hele tijd in de Eter bezig, onder de schuilnaam Buffalo Bill. Om zijn verboden hobby te beoefenen, gebruikte onze radiopiraat aanvankelijk een korte golfzender die zo krachtig was dat het de pijlwagen van de regie voor telegrafie en telefonie niet lukte hem te lokaliseren. Tot hij zijn krachtige zendapparatuur ruilde voor een zendertje dat makkelijk kon opgespoord worden. Toen was het spelletje van radiopiraat Buffalo Bill voorgoed over en out. De Eterpolitie voerde een huiszoeking uit in het ouderlijk huis, Markelbachstraat 61B te Schaarbeek, waar de pijlwagen het zendertje van Tette gelokaliseerd had. Op het huiszoekingsbevel stond als huisnummer verkeerdelijk 61A vermeld. Die fout hadden de politiemannen echter niet gemerkt toen ze op 61B binnenvielen. Tette was nog net op tijd naar de zolder kunnen spurten om er op het duivenkot zijn zendertje in een teil duivenstrom te verstoppen. Het mocht niet baten. Bij de huiszoeking werd het corpus delicti gevonden. Tette had mooi te zweren dat hij dat ding voor het eerst in zijn leven zag. Het zendertje werd in beslag genomen en er werd een proces-verbaal opgemaakt. Enkele maanden later mocht Buffalo Bill het voor de rechter komen uitleggen. In die tijd volgde Tette Sociaal- en Politieke Wetenschappen aan de Leuvense Universiteit. Toen hij voor de rechtbank moest verschijnen, had onze radiopiraat de gerenommeerde professor Blanquijn gevraagd om hem te verdedigen. Hij rekende erop dat de hoogleraar dat pro-deo zou doen. De brave man deed het, en met des te meer animo, omdat hij de blunder op het huiszoekingsbevel had ontdekt. Hij wou alzo zo zijn studenten een aanschouwelijke praktijkles geven over hoe met procedurefouten diende omgegaan te worden om een nietig verklaring te verkrijgen. De politie had woonstschennis gepleegd door met een huiszoekingsbevel voor 61a op 61b binnen te vallen. Door die procedurefout was de huiszoeking illegaal gebeurd. Bijgevolg mocht het zendertje dat onrechtmatig in beslag genomen was niet als bewijsstuk gebruikt worden en was de hele procedure nietig. Al dus professor Blanpin in zijn geargumenteerd pleidooi. De rechtbank kon geen speld tussen het juridisch betoog van de geëerde rechtsgeleerde krijgen en sprak de beklaagde vrij. De Belgische staat werd veroordeeld tot de kosten van het geding en Tette kreeg zelfs zijn zendertje terug waaraan nog wat droge duivenstront plakte. Onze radiopiraat triomfeerde omdat de RTT, die hem aangeklaagd had, nu met haar billen bloot stond. Het was natuurlijk de procedurefout die de doorslag had gegeven bij zijn vrijspraak. Maar indien hij had bekend dat hij Buffalo Bill was, dan had de rechter hem toch een veroordeling aan zijn broek gelapt. Hij was altijd alles halstarig blijven ontkennen. Zelfs tegen beter weten in toen de politie hem met zijn neus op zijn strontzendertje had geduwd. Nooit toegeven, dat was zijn redding geweest. Onze anarchist in spe nam zich voor deze succesvolle tactiek te blijven hanteren, mocht hij nog eens in aanraking met politie en justitie komen voor een of andere stomiteit. Toen wist hij nog niet dat hij aan de andere kant van de barrière zijn carrière zou maken. Eén ding temperde wat zijn euforie. Nu de etherpolitie wist wie hij was en waar hij woonde, kon hij zijn verboden hobby niet meer straffeloos blijven uitoefenen. Indien hij nog met zendertjes wou spelen, zou hij voortaan een officiële licentie van radioamateur moeten hebben. Daarvoor diende hij het morsalfabet onder de knie te krijgen en een examen af te leggen. Daar zag hij tegenop. Vooral de administratieve rompslomp die erbij kwam kijken, kwam hem al de strot uit als hij er nog maar aan dacht. Hij was veel liever radiopiraat gebleven, maar dat kon nu niet meer doordat de flikken hem geklist hadden. Verdomme! Tette raakte ervan overtuigd dat hij verlinkt was door Jozef Tijloos, een ambtenaar van de Belgische staatsveiligheid die in zijn straat woonde. Tijloos had hem ooit bezig gezien toen hij een antenne bovenop het duivenkot aan het installeren was. Meer had onze gefrustreerde radiopiraat niet nodig om die tijloos van verklikking te verdenken. Hij zwoer een dure eet dat hij die rotzak ooit nog wel zou weten te vinden om hem de rekening te presenteren voor zijn verraad.